In de nacht van 20 november is een verdachte aangehouden. Wij verdenken deze verdachten van betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Hij was advocaat van kroongetuige Nabil B. Eerder is de broer van de kroongetuige om het leven gebracht. Direct na de moord op de heer Wiersum is een groot opsporingsonderzoek gestart. In dat opsporingsonderzoek is reeds eerder een verdachte aangehouden. En ook die verdachte verdenken wij van betrokkenheid bij deze moord. In het onderzoek is verder een aantal voertuigen in beeld gekomen. En deze voertuigen zijn in beslag genomen. En wij denken dat deze voertuigen een directe rol hebben gehad bij de voorbereidingen en de uitvoering van deze moord. Met de aanhouding van deze verdachte denken wij een belangrijke stap in het onderzoek te hebben gezet. We zijn echter nog met een aantal verdachten druk bezig. En dat betekent dat het onderzoek nog de nodige tijd zal vergen. En dat meer aanhoudingen alles behalve uitgesloten worden.